In een oriënterend gesprek luister ik vooral naar uw wensen. Ik vorm mij daarmee een beeld hoe ik u kan helpen om uw doelgroep het beste voor te lichten. Daarna stel ik oplossingen voor en stem deze met u af op uw budget en uw tijd. U kiest of combineert opties. Die ziet u bij de prijsindicaties die voor u interessant zijn. Ik kan deze met aparte videovoorbeelden illustreren. U krijgt verder als leidraad een uitgebreide lijst met praktische vragen. Een vervolgoverleg is altijd mogelijk. Als u een helder beeld heeft van uw wensen en de mogelijkheden, stuur ik u op verzoek een gedetailleerde offerte. U kunt hiervan op de site ook een voorbeeld bekijken. Uiteraard is dit allemaal geheel vrijblijvend. Bij akkoord mailt u de offerte als geaccepteerd terug aan info.videomedisch.nl. Uw wensen blijven de basis voor de film. Dus daarom sta ik in het hele traject open voor zowel opmerkingen als aanmerkingen. Het maken van een film is een dynamisch proces. Er is dus ruimte voor tussentijdse aanpassingen. Essentieel bij de samenwerking zijn betrokkenheid, betrouwbaarheid en een open communicatie. Na het filmen en de eerste montage van de video krijgt u in principe binnen een week het concept via WeTransfer toegestuurd. Dit concept is nog voorzien van een videomedisch watermerk. We overleggen over het resultaat. Ik breng eventuele wijzigingen aan zoals u dat wenst en verwijder het watermerk. Als u de uiteindelijke video heeft ontvangen en deze naar wens is, bevestigt u dit via info.videomedisch.nl. Graag plaats ik uw reactie op het eindproduct bij de reviews. Dit kan ook geanonimiseerd als u daar prijs op stelt. U ontvangt een factuur met het afgesproken bedrag en voldoet dit binnen een betaaltermijn van vier weken. De volledige videoopdracht voer ik zelf uit, van kennismaking tot facturering. Ik werk met onder andere eigen schoudercamera's, Dual Arm Steadicam en GoPro-apparatuur. Snel reageren op uw tussentijdse vragen is voor mij vanzelfsprekend.